Met de Viroval-test kan je snel en veilig achterhalen of je klachten worden veroorzaakt door celiakie, een glutenintolerantie, en dit met een nauwkeurigheid van 98%. Tijdens een glutenvrij dieet neemt het aantal ATTG-immunoglobuline A-antistoffen af en deze kunnen na 6 maanden niet meer worden gedetecteerd. Daarom kunnen bij een glutenvrij dieet de testresultaten irrelevant zijn. De test is eenvoudig. Het enige wat u nodig hebt is een effen tafeloppervlak, proper gewassen handen en een uurwerk. Zorg ervoor dat u de gebruiksinstructies goed begrijpt alvorens u de test uitvoert. Neem de inhoud uit de doos en controleer of volgende onderdelen aanwezig zijn. Testcassette in aluminiumverpakking, zak met testonderdelen en gebruiksinstructies. De zak bevat een flacon met verdunningsvloeistof, een alcoholdoekje, 2 automatische prikkers, een glazen opnamebuisje inhouder, een pipet en een pleister. Breng de testcassette en de verdunningsvloeistof op kamertemperatuur alvorens de test te beginnen. Open de flacon met de verdunningsvloeistof door de dop te verwijderen en zet deze recht op tafel. Draai de grijze dop van de automatische prikker tot deze loslaat. Draai deze dan nog 2 keer volledig rond. Reinig uw wijsvinger met het alcoholdoekje. Duw de prikker met de ronde opening tegen uw vingertop en activeer het lancet. Zorg ervoor dat je uw vinger niet van het lancet verwijdert. Oefen een lichte druk uit op de injectieplaats tot er een druppel bloed uitkomt. Open de houder en verwijder het opnamebuisje. Houd het opnamebuisje horizontaal in de bloeddruppel tot het volledig gevuld is. Stop het opnamebuisje in de flacon met verdunningsvloeistof, sluit de deksel stevig en schud enkele keren. Indien nodig, brengt u de pleister op de injectieplaats aan. Zodra het bloed uit het opnamebuisje volledig met de oplossing vermengd is en de vloeistof opnieuw op de bodem van de flacon ligt, opent u het deksel. Neem kort voor gebruik de testcassette uit de verpakking en leg deze op een vlakke ondergrond. Gebruik de pipet om 5 druppels van het verdunde monster te kunnen opvangen. Laat 5 druppels van bovenaf in het ronde gebruiksveld van de testcassette vallen. Let op dat er geen vloeistof op het resultaatvenster T of C druppelt. Nadat je de druppels hebt aangebracht, mag je de testcassette niet meer aanraken of bewegen. Exact 10 minuten na het aanbrengen van de 5 druppels kunt u het resultaat aflezen. Het testresultaat is positief wanneer een licht tot donkerrode lijn zichtbaar is in het controleveld C en een licht tot donkerrode lijn in het testveld T zichtbaar is. In dit geval hebt u antistoffen in uw bloedmonster, wat erop wijst dat u glutenintolerant bent. Om een definitieve diagnose te stellen, dient u een arts te raadplegen. Het testresultaat is negatief wanneer een licht tot donkerrode lijn verschijnt in het controleveld C en er geen rode lijn in het testveld T zichtbaar is. In dit geval hebt u geen antistoffen in uw bloedmonster die wijzen op een glutenintolerantie. Als uw maag- en darmklachten blijven aanhouden, dient u uw arts te raadplegen voor verder onderzoek. Wanneer u geen controlelijn in het controleveld C of enkel de testlijn T ziet, is de test niet correct verlopen en ongeldig. Controleer of u alle stappen in de gebruiksaanwijzing correct hebt doorlopen en voer nogmaals de test uit met een nieuw bloedmonster.